Klap. Wacht even, sta je aan? Ik sta aan. Oké, klap. Mijn naam is Jackie Zegers. Ik ben als kind altijd super creatief geweest. En toen ik een vakkenpakket moest kiezen, zeiden mijn ouders, tekenen kun je nooit geld mee verdienen. Dus kies maar een serieus vak. En dat werd dus wiskunde. En ik ben ook als wiskundedocent gaan werken op een vrije school, een super creatieve school. En daar werd ik heel erg geïnspireerd door mijn kunstcollega's die een creatief vak gaven en die een heel mooi lokaal hadden met allemaal klei en verf. En dat was voor mij denk ik de trigger van ik wil ook iets met creativiteit gaan doen. En toen in die periode ben ik gaan schilderen. En dat heb ik eerst een hele tijd als hobby gedaan. En toen mijn dochter geboren werd in 2006 ben ik minder les gaan geven omdat ik meer met mijn kind wilde zijn. Maar stiekem had ik ook al in mijn achterhoofd van, nou dan ga ik misschien ook wel meer met kunst doen. Ik was zwanger van mijn tweede kind. En toen dacht ik van, ja weet je, ik wil heel graag meer met kunst gaan doen. Ik vond het fijn om vanuit huis te kunnen werken, om bij mijn kinderen te zijn en die te zien opgroeien. Dus die combinatie van een verlangen van meer met kunst doen en twee kleine kindjes, eentje dan op komst en graag vanuit huis willen werken. Dat was voor mij het moment dat ik besloot van nou, ik ga gewoon een jaar lang onbetaald verlof nemen en ga kijken hoe het gaat met kunst. Dus ik heb dat een jaar lang gedaan, mijn zoon werd geboren en een jaar lang gewoon vanuit huis gewerkt en onbetaald verlof had ik opgenomen en na dat jaar heb ik zijn school gebeld en gezegd van sorry, maar ik kom niet meer terug. En op school zeiden ze toen ook van, ja, hadden we ook echt niet verwacht dat jij nog terug zou komen. Dus vanaf die tijd ben ik fulltime kunstenaar. Ik denk dat wel alles ontstaat in je hoofd, weet je. Ik heb wel een vaag idee, maar soms is mijn idee ja, echt heel erg vaag. Dan denk ik, oké, ik wil iets, maar ik weet nog niet precies wat. En dan begin ik inderdaad gewoon. Ik experimenteer ook heel veel, dat doe ik nog steeds. Want nou ja, ik ben dus in 2006 echt helemaal voor de kunst gegaan. Het is nu 2022, maar nog steeds experimenteer ik met allerlei materialen en ben ik geïnteresseerd in nieuwe technieken en of voor mij nieuwe technieken of voor mij nieuwe materialen en dan ga ik het gewoon doen. Vroeger schilderde ik alles heel erg precies, heel netjes en met stipjes en kleurvlakjes en zo en nu ben ik veel vrijer gaan werken eigenlijk en dat zie je ook aan dat beeld, hè. Ik gebruik nu veel papier en dat. Ja, ik was op een gegeven moment een beetje klaar met dat strakke schilderen. Dat doe ik nog steeds wel hoor, maar dat is gewoon een beetje op de achtergrond gegaan. En ik werk op dit moment voornamelijk zo. Herkenbaar, maar ik wil nooit dat als een beperking voelen. En het kan wel een beperking worden. Want weet je, soms zeggen mensen wel eens, als ze weer een nieuw werk van me zien, ja, maar dat ben jij niet. Want jij maakt al dan dat. Dan denk ik, ja, hallo, dat bepaal ik zelf, hè. Dus ik wil nooit dat iets een beperking is. Ik wil in volledige vrijheid kunnen werken. Dat boordje en dat brilletje, dat is een beeld wat al heel lang in mijn hoofd zit. En dat begon met vaag, weet je wel. Dan zie ik dat beeldje een keer en dan denk ik, grappig. Ik vind het beeldje op zich redelijk suf, zeg maar. Maar dat is niet een beeld waarvan ik denk, wauw, dat wil ik in mijn vensterbank hebben staan. Maar het inspireert me wel. En ik kan dan in het begin, weet ik niet precies wat het is, wat me dan trekt aan dat beeld. Maar het zit al zo lang in mijn hoofd en dan uiteindelijk ontstaat er iets van, ja, ik ga daar een eigen versie van bouwen. En dan een versie die past bij mij. Mijn versie daarvan dan, dat staat voor mij heel erg voor liefde. Want het eerste idee wat ik daarvan had, is ik ga een hondje bouwen op klompjes en een katje bouwen op klompjes. Dus zeg maar, dat hondje is voor mij dan het boertje en het katje is het boerinnetje. En die kussen elkaar, dus die staan zo tegenover elkaar. En dat staat voor liefde. Maar ja, Wat wil ik dan precies mee vertellen? Maar als ik naar dat beeld kijk, dan staat het voor mij heel erg voor vanzelfsprekende liefde. Ik vind het heel erg vanzelfsprekend dat die twee van elkaar houden. Ja, tuurlijk. Het is tuurlijk houden die van elkaar, want die passen bij elkaar. Maar toen ging ik daar verder over nadenken. En dan kom ik weer bij de beperkingen. Ik hou niet van beperkingen. Van, is dit het dan, weet je wel? Is dit de enige combinatie die mogelijk is? Maar dat is het niet, want
ja, weet je, dat kan ook, kunnen ook twee honden zijn, mogen ook twee dezelfde zijn, zeg maar, die kunnen ook van elkaar houden. Of twee totaal verschillende dingen, dat het er minder dik bovenop ligt dat ze bij elkaar houden. Dus toen ik daarover verder over na ging denken, kwam ik steeds meer tot de conclusie van het staat voor mij gewoon voor liefde. Liefde in allerlei vormen. Iedereen die van elkaar houdt, dat moet kunnen, weet je, daar moet ruimte voor zijn. En toen stond dat beeld een keer alleen, want ik ben dat dan aan het bouwen en dan ben ik met de kat bezig en daar staat de hond en dan zet ik ze al af en toe tegenover elkaar van is dit leuk, maar dan, toen stond dat beeld daar alleen en ik keek er zo naar, het beeld keek mij aan en toen dacht ik, ja maar alleen ben jij ook al perfect, weet je wel. Dus, en toen dacht ik, het gaat ook heel erg over zelfliefde. En voor mij begint het ook bij zelfliefde. Want je kunt denk ik niet echt van iemand anders... Ja, je kunt wel van iemand anders houden zonder van jezelf te houden, denk ik. Maar je kunt... Hoeveel liefde kun je geven als je niet van jezelf houdt? En ja, alles begint bij jezelf. Dus ook liefde moet bij jezelf beginnen. Het begon met dat ik een klomp heb gekocht. Want ik denk, één ding weet ik zeker, het moet op klompen staan. Dus ik heb gewoon zo'n klein klompje gekocht. En toen dacht ik eerst nog van, zou ik dat dan als basis kunnen gebruiken? Dat is mijn hond. Mijn hond is ook altijd in het atelier. Bestaan. Dus ik heb gewoon zo'n klein klompje gekocht. Die heb ik in schuin nagemaakt. En toen ben ik vooral, het boertje en het boerinnetje heb ik vooral nog gebruikt voor de stand. Van hoe staan die? En die staan met de handjes op de rug en die buigen een beetje naar voren. En dat heb ik gebruikt, dat plaatje, zeg maar, om mijn, het lijfje van het katje en het hondje te bouwen. En uiteindelijk ja, dat hoofdje van zo'n kat en het hoofdje van zo'n hond. Ja, dan weet ik niet waar dat vandaan komt. Tuurlijk kijk ik ook naar een echte hond, maar dan ga ik niet meer naar een plaatje van een hond kijken of zo. Weet je, dat is gewoon mijn eigen creatie. Dat is denk ik ook omdat ik al jarenlang hondjes maak, vooral hondjes, ook wel katten af en toe. Dat gewoon vanzelf komt. Die mallen die maak ik dan van siliconen en daar kun je dus kunstgras in gieten, maar je kunt daar ook was in gieten. En dat vind ik een enorm voordeel, want dan zou ik er eventueel ook nog een bronzen beeld van kunnen maken. Want dat zit ook nog in mijn hoofd. Ik ben sowieso de laatste tijd meer bezig met brons. En dat lijkt me gewoon een heel cool beeld om in een tuin te hebben staan. Ik heb in het verleden best wel vaak beelden gemaakt voor buiten kleurrijk. Maar wat ik daar lastig aan vind is, het is altijd een gedoe, zeg maar, als je een kleurrijk beeld buiten zet om dat heel mooi te houden. Want eigenlijk gaat de natuur werken op dat beeld. Dus dat wordt, die lak wordt aangetast en het wordt gewoon minder mooi. En ik hou heel erg van de natuur. Ik hou ook echt inspiratie uit de natuur. En toen dacht ik van, eigenlijk is dat heel tegenstrijdig. Want ik maak iets. Ik word geïnspireerd door de natuur. Ik maak iets, ik zet dat in de natuur neer en de natuur gaat mijn beeld proberen af te breken. Dus toen dacht ik van, dat klopt ergens niet. Maar bij brons, de natuur tast ook brons aan, want dat wordt groen. Maar dat vind ik alleen maar mooier worden. Dus toen dacht ik van, nou ja, als ik mijn kleurrijke beelden gewoon voor binnen maak en bronzen beelden voor buiten, dan ga je het soort van samenwerken met de natuur. Want de natuur tast dat beeld aan, maar dat beeld wordt alleen maar mooier.